Het woord hiernamaals is al een hele, hoe zal ik het zeggen, een begrip dat naar een bepaalde richting stuurt. Maar eigenlijk is de vraag niet zo goed. Want in de Joodse leer wordt gesproken dat er vier werelden zijn. Dat is de Olam Asiya, de wereld waarin wij leven, actie en reactie, hè. We hebben gelukkig een ziel gekregen die onze daden van tevoren, die erg impulsief kunnen zijn, nog kan bijsturen. Maar over het algemeen reageert een mens vaak heel reactief, heel snel, zonder erbij na te denken. Instinctief, om het maar zo te zeggen, geleerd vanuit het genetisch patroon van onze voorouders. Maar, boven de wereld van de Asiya, van actie is reactie, hebben we een spirituele wereld. Er zijn nog drie andere spirituele werelden. En de tweede wereld, die noemen we de Olam Bria, de wereld van de schepping. En deze wereld leven de engelen. De engelen, het klinkt een beetje oneerbiedig, want in de wereld daarboven hebben we de Olam Yetzira. Daarin leven de neshamot, de zielen van mensen die nog niet geboren zijn, of al wel geboren zijn, maar weer gestorven zijn en opnieuw geboren zullen worden, et cetera. Die zielen die leven dus in een hogere wereld dan de engelen. Ik ga nu een beetje kromme vergelijking trekken. We hebben bijvoorbeeld huisdieren, een poes of een kat. En met name een hond, die is erg gehecht aan zijn baas, die beschermt de baas, die gaat blaffen als iemand zijn huis binnenkomt. En een engel is voor die zielen in de Olam Yetzira in feite een soort huisengel die hem beschermt. Dus de engel is vergeleken met een hond in deze wereld eigenlijk een soort engelhond voor de Olam Yetzira. En de hoogste wereld is de Olam Atsilut. Dat is de wereld die wij alleen, waarvan de zielen alleen het plafond kunnen zien zoals wij de hemel kunnen zien, die blauw is. En dat is eigenlijk, het vormt de bodem van de troon van God. Verder kunnen we niet kijken. Dat zegt de Kabbalah. Nu gaan we even terug naar de vraag hiernamaals. In de wereld waarin wij leven bestaat de dimensie van de tijd. Er is een verleden, er is een heden en er is een toekomst. En het is zelfs zo, wanneer wij met de snelheid van het licht zouden reizen, dan staat de tijd zelfs stil. Dus snelheid en licht zijn met elkaar verbonden. Maar in de wereld boven onze wereld, dus wanneer wij sterven of wanneer wij nog niet geboren zijn, dan is die dimensie tijd is er helemaal niet.